Het is vrijdag en we zijn al de hele tijd Tuske muziek aan het luisteren. Oh, ik vind het leuk. Dit is geen ik vind, nee, dat is nu niet meer, maar net wel de hele tijd. Want ik vind Tuske's muziek leuk en Joran vindt Tuske's accent leuk. Dus dat is een goede combinatie. Maar ik ga nu naar de stad om de dingen te kopen. Mijn kerstoutfit te kopen. Dat hebben jullie als het goed is gisteren gezien, want dat ga ik daar gisteren invoegen. En ik ga ook nog één Sinterklaas cadeautje kopen. En daarna moet ik snel werken. Ik heb vanavond een dansles, joh. Ik heb helemaal niet geoefend. Het wordt echt een drama. Ja, ik heb geen tijd gehad. En ja, als het goed is, zou ik eigenlijk oorspronkelijk vandaag mijn scriptiecijfer krijgen. En ik heb hem gemaild. Of die aanname klopt. En ik hoop het. Dus dat is heel spannend. Maar ik ga nu lekker naar de stad. En daarna ben ik weer thuis. Hey. En dan ga ik werken. Oeh, oh, Pip. Pip trapte me weg. Ligt hier lekker, Jorie. Lopen. Het is heel gezellig. Hij luistert super goed, want ik had hem even los. Hij kan hem nog steeds los. Hier mag het, officieel. En hij kwam twee honden tegen, waar hij echt super leuk mee ging spelen. Maar toen de baasjes gewoon door gingen lopen, zeg maar, aan de andere kant op. Dus ik en het andere baasje, liep het met mij mee. Nou, dat zie je ook niet altijd. Als hij een hondje echt heel leuk vindt, is dat wel wat lastig. Dus dat was heel fijn. Maar goed, het is 1 uur geweest en ik heb een beetje stress. Want ik moet echt heel veel doen. Ik moet werken vandaag. Nou, technisch gezien ben ik daar eigenlijk gewoon de hele dag mee kwijt. Maar ik hoop dat het niet zo heel veel werk is. Dat het meevalt. En ik wil eigenlijk dat ik vandaag mijn surprise maak. Ik moet dansen oefenen. Ik moet nog een kerstactiviteit doen. Wel een kleine, maar toch. En ik moet ook nog... Oh, een hond aan de overkant. En ik moet ook nog een vlog bewerken. Dus... Het is heel druk. Pip! Pip! Hey! Ik moet even Pip pakken. Geen paniek. Hij is weer terug bij mij gekomen. Die andere hond waar hij op af wilde rennen was toch iets te ver weg voor zijn... Ja, voor waar hij zin in had. Dus toen kwam hij toch maar weer terug rennen. Maar goed, na de wandeling ga ik toch echt eerst even eten. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ja, en dan ga ik maar eens even zien hoe ver ik kom vandaag. Dus... Het is druk. Ik ben met een vies hondje thuis gekomen. Ging jij in de modder spelen met een ander hondje? Ja, hè? Ja, viezerik. Ik heb net lekker gegeten. En nu ga ik mijn kerstactiviteiten uithalen. Oh, de lampjes zijn nog niet aan. Maar de lampjes zijn dus helemaal dood bijna. Je ziet het bijna niet meer als die aanstaat. Beetje stom. Maar... Ik hoop heel erg dat iets vandaag komt. En als het vandaag niet komt, ga ik denk ik toch die doen. Rebels. Want ik wil die maximaal op zijn laatste vandaag doen. Maar we gaan even, laat ik niks zeggen, we gaan even afwachten. Oké, okay, even tellen. Ik had echt getallen erop moeten zetten. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Oké, okay, dus deze is van vandaag. Oh. Oké, okay, ik krijg hem niet uit. Altijd zien. Nou heb ik hem goed, nou kan ik hem er goed uithalen. Kijk, dan kunnen jullie van het moment genieten. Oké, jongens. Vingertjes gekruist. Oké. Nou, dat is niet wat ik vandaag wilde doen. dus ik ga hem even ruilen. Met een andere. Dan weten jullie wel dat ik binnenkort een kerstavondroutine ga doen. Maar
Ik ga even zoeken waar diegene zit die ik wil doen. Nou, kijk eens welke ik heb gevonden. Precies wat ik wilde vandaag. Kerstkaarten schrijven. Dat wilde ik graag vandaag doen, want ja, ze moeten wel natuurlijk op tijd komen. Dus, dat is mijn kerstactiviteit van vandaag. Yay! Op dagen als deze, denk ik... Johan rekt zich uit. Op dagen als deze, denk ik, werkte ik maar bij de Albert Heijn, achter de kassa. Waar je niet 3 uur bezig bent met een transcriptie nakijken van 1,5 uur. Omdat iemand hem gemaakt heeft die... Nog niet opgebergen. Wat heb ik niet gedaan? Nee, ik weet niet waar ik het moet opbergen. Ja, in een bakje. Oké, we hebben geen bakje. Ja, we hebben zeker bakje. Oh, oké. Okay. Oh, zo'n soort bak, dat is niet mooi. Nee, ja. Oké, okay, nee, is goed, sorry. Dat moet even opgeborgen worden. Ja. Dan moet je de open lijn liggen en dan moeten we er een voor aanschaffen. Die ten eerste niet snapt welke regels wij hanteren binnen ons bedrijf. Ten tweede niet kan spellen. Ten derde niks kan verstaan. Ten vierde stom is. Is zij even aan je gevolgd? Het is een hij. Nou, dan weten we dat, maar ik heb geen namen gezegd. Dus. Het was verschrikkelijk. Nu is het 6 uur en ik heb 1 transcriptie nagekeken. En ik ben momenteel een beetje vergeten wat ik allemaal... Oh ja, het is echt rampzalig. Wat moest ik nou allemaal nog doen vandaag? Alles. Ja, ik moet nog een vlog bewerken. Ik ben geslapen. Maar het is niet zoveel werk. Het is niet zoveel werk. Laten we optimistisch blijven. Surprise maken. Ja, dat moet ook. Ik heb dansles over 1 uur en 3 kwartier. Ik moet Pip uitlaten. Dansen oefenen, dat ga ik niet meer doen. Ja, het is jammer, maar goed. Kerstactiviteit. Dat gaat misschien nog wel lukken. Ik ben helemaal gesloopt. Nu is het dus ook weer geen leuke vlog aan het worden, want ik deed het toch... Doen we snijden en dan koken? Misschien moet je... Ja, maar dat gaat allemaal in de vlog van gisteren. Wow. Ik moet daar... Nou, dit maakt het ook niet leuk. Maar ik heb buikpijn. Oeh. Oh, en het ergste van allemaal is dat het 6 uur is dus. En ik heb dus niet mijn scriptiecijfer gekregen. En dat vind ik misschien nog wel het vervelendst. Want anders kon ik zeggen, hey, mijn leven is kut, maar ik ben wel afgestudeerd. En nu is het mijn leven is kut. Ik kreeg een appje. Spannend. Van wie zou het zijn? Zo spannend. Irma van Pamelen... Kunnen wij dit samen? Oké, wacht, dit is interessant. Ik ga even dit dingetje doen. Joortje heeft lekker gekookt. Dat weten we nog niet. Nou, dat denk ik wel. Het is mijn recept. Maar Johan heeft de uitvoering gedaan. En ik heb falafelballetjes. Johan heeft dierenmoord. Ja. Jij hebt falafelmoord. Ja. En ik heb net, dus na het werken ging Pip uitlaten. Dat heb ik volgens mij gezegd. Maar tijdens Pip uitlaten heb ik een heel groot stuk van het gedicht van mijn mama gemaakt. Dus ben ik blij mee. Ik ga zo op, als ik op de fiets naar dansen ga, ga ik misschien wel verder. Dat was rare zin, maar het is wel zo. En nu gaan we eten, lama's kijken, genieten, bam. Nu, geniet! Ik ben weer terug van dansen. We gaan nu lekker sluipschutters kijken. Oh ja, dansen was wel leuk trouwens. Maar we hebben nog 1 extra les, dus dat komt wel goed hopelijk voor het optreden. Maar we gaan sluipschutters kijken en tegelijkertijd ga ik mijn surprise maken. En ik heb allemaal vuurwerkdingetjes uitgeprint. Want ik maak dus een vuurwerkvrij park overlevingspakket voor mijn moeder. En dan ga ik dit op karton plakken en dan kan ze vuurwerk meenemen. Nou, het vuurwerkvrije park. Oh nee, mijn voeten slapen. Ja, met de camera. Wij moeten kerst... Ik ga kerstkaarten sturen dit jaar. En die ga ik ZSM schrijven en opsturen. Morgen ga ik ze opsturen.
Wanneer ga je schrijven? Ja, morgen, maar voor jullie is dat... Oh nee, mijn voeten slapen. Oh nee, oh heel naar. Hoe kan dat nou? Ik heb net erop gezeten. Goed. Ja, merk je dat toch als zodra je opstaat? Nou nee, nu hakt het erin. Daarbij, nu heb je ze niet nodig, dus... Maar, ja, ik wilde even met jou praten. Dat zei je net ook al. Ik vind het dus altijd heel raar, maar ik vraag me af hoe jij je daarover denkt, om kerstkaarten te sturen naar mensen met wie je kerst viert. Want ik vind het heel raar om bij wijze van spreken een kaartje te sturen naar mijn zus en te zeggen fijne feestdagen, terwijl ik zie haar op de feestdagen. Dus dan zeg ik gewoon, hey, fijne kerst. En ik heb ook nog eens, heb ik het zelf in de hand wat een fijne kerst wordt. Want als ik gewoon super gezellig ben, dan is voor haar een fijne kerst. Ja. Ik vind dat zo raar. En daarom wilde ik dus kerstkaart sturen naar mijn vriendinnen. Nikla, Nienke, Tara, Carlijn, Brenda. En dan wilde ik nog eentje sturen naar een vreemde. Dat gaan wij morgenochtend doen. Dan gaan we even een hele gekke straat uitkiezen ergens. En een nummer daarvan en dan gewoon diegene een kerstkaart sturen. Maar dus niet naar oma's of zo. Of wil jij dat heel graag? Ik wil wel naar onze oma, ja. Wil je ook naar jouw oma? Ja, die zien we misschien ook niet met kerst, hè? Nee. Oké, dan doen we er ook een naar jouw oma. En ook al zien we die wel. Nog... Ja, ik vind dat dus raar. Nee, ja, maar luister even. Dat is wat anders dan dat je het naar je ouders of je zus doet. Die oma, die vindt dat heel leuk. Oké, dan doen we het ook naar jouw oma. Toch? Ja, denk het wel, ja. Oké, bedankt voor het overleg. Ik ga voor jullie nu de kerstkaart sturen en dan ook de kerstkaart schrijven en dan ook sturen. Jee, we gaan eindelijk kerstkaarten versturen. Ik heb alle adressen al opgeschreven. Ik heb de kerstkaartenset van Bonnie besteld. Ja, die waren echt keiduur, man. Kerstzegels. Ja. Schrok me dood. Ik heb alles... ik had er 2 besteld, omdat ik ze zo leuk vond. Maar je hebt een poesje met een cactus en kerstlampjes. Je hebt een All I Want For Christmas Is You met een poesje. Dit is mijn lievelings. Baby, It's Cold Outside. Dit is... een Volkswagen busje met een... Volks? Hoe heet zo'n ding nou? Stuur je Joris oma ook een kaart? Kerstboom, wat zeg je? Stuur je Joris oma ook een kaart? Ja. Zeker. En een Merry Christmas. En ik heb december zegels gehaald. Woe! Ik ben de vlog van nu, de vlog die jullie nu kijken aan het bewerken. En ik kan het filmpje niet vinden waarin Joren en ik een onbekende, zeg maar, een kaartje gaan sturen. Dus waarin wij een adres opzoeken. Dus dat gaan we nu even reproduceren. Want Joren had gehoord van een... Wat voor straat had jij van gehoord? Een straat. De Taalstraat. En als je Joren kent, dan denk je dat hij van taal houdt. En de Taalstraat is in Vught. En toen hebben we besloten die straat te doen, omdat Joren die zo leuk vond. En toen zei ik, nou Joren, zeg een nummer. Nou, als je Joren een beetje kent, dan weet je dat hij 7 of 17 gaat zeggen. Hij zei 17. Dus we hebben een kaart gestuurd naar Taalstraat 17 in Vught. Als je toevallig kijkt. Dat zou wel heel toevallig zijn. Dan kaartje was van ons. Dat was wel leuk. En we hebben het kaartje gezet. Iets van beste onbekende. We wilden graag iemand die we niet kennen een kaartje sturen. En jullie zijn het geworden. Ja. Fijne feestdagen. Doei. En wat we er eigenlijk op hadden moeten zeggen. Is dat jullie wonen op een fucking lauwe naam. Dus dan ga ik dit nog even snel in de vlog stoppen. En dan is de vlog klaar. Hey. Vlog klaar. Uur en ik ga nog even de vlog van morgen bewerken. Mooi op tijd, hè? En dat doe ik lekker in bed. Want dan ben ik lekker wel bij Joortje als die zo gaat slapen. Maar volgens mij is het niet zoveel werk.
Want volgens mij heb ik heel weinig gefilmd die dag. Ik had verwacht dat ik veel zou filmen, maar uiteindelijk was het best weinig, volgens mij. Dus ik denk dat ik wel voor een uurtje mag gaan slapen. Woe, daar gaan we!